ochtend van Joe. Sven en Anke. Joe, all the way. Hij mag zoals alle voetballers nu van een welverdiende vakantie gaan genieten. Maar vlak daarvoor kunnen we hem nog even bellen. De man die nog een jaar heeft bijgetekend bij Club Brugge, Timmy Simons. Goedemorgen, Timmy. Goedemorgen. Hi, hi. Ja, dat is een mooie dag. Hoe is het met jullie? Ja, het is heel goed. Maar met jou zeker, want contractje voor een extra jaar. En op vakantie mogen vertrekken. Ja, klopt. Dus het is allemaal positief, hè? Ja. Je bent geen kapitein meer, dat hebben ze al gezegd. En ja, je bent voetballer, maar ben jij ook al een beetje half zo'n de tweede trainer of zo? Moeten we ons dat voorstellen? Maar nog niet echt. Het is wel de bedoeling om nog een jaar actief te blijven, maar het zal een iets andere rol zijn. En met die andere rol bedoelen we eigenlijk dat ik niet alles meer ga spelen. Dus normaal speel ik elk seizoen 80% of 90% van de wedstrijd. Ja. En dat is niet de bedoeling, niet meer. Ja. Ja, we kunnen niet, maar het is wel de bedoeling om nog belangrijk in de kleedkamer te blijven. En ook ja, die aanvoerdersband, als je niet elke wedstrijd speelt, ja, zou het een beetje logisch, ja, is het logisch om die af te geven. Ja. Is het lijf dat eigenlijk nog goed genoeg was om bij te tekenen, of zat het ook vooral in je koppeke van, ik moet dit er nog bij doen? Maar ze hebben altijd gezegd, als je zo lang mogelijk kan doorgaan, doen. En ik heb nog te veel goestie om op dat veld te staan. Ja. Ik ben nog altijd een even slechte verliezer als vroeger. Mm-hmm. Ja. Dus, zeer irritant. Maar zolang dat er is en de drive is er nog, ja, dan had ik het gevoel dat ik nog een jaar moest verder. Ja, ben jij nu eigenlijk de alleroudste zo in de competitie? Echt, Pepe Timmy, is dat? Ja, het begint nog Pepe te worden, ja, inderdaad. Nee, laten we ons ouder op de oude of de oudste. Dan is al goed genoeg. Ja, maar dan ben je, in de hele Belgische competitie is er niemand met jouw leeftijd. Nee, klopt. Respect, Timmy. Ja, super. Ja, dankjewel. Zeg, je klinkt ook heel vrolijk. Ik zou dat ook zijn als ik nu in Zaventem stond. Waar gaat de reis naartoe? Naar Bulgarije. Bulgarije? Hoe kom je daar terecht? Ja, het was eigenlijk de last minute. Want we zijn dan op Bulgarije gevallen. En blijkbaar is het daar heel mooi. Ja, maar dat ik ben benieuwd. Ja, onlangs in de krant gestaan, hè? Dat toch een beetje helemaal aan het opkomen is. Ja, het is aan het opkomen. Het is niet dat als mensen nu dit horen, dat ze zeggen, oei, zijn contract was toch niet zo goed. Hij heeft de goedkope folders erbij genomen en Bulgarije, dat kon nog net ervan af. Nee. nee, het is het noodzaak geweest. Allee, vooruit. Oh. En voor hoe lang, want wanneer beginnen jullie weer te trainen? Dat is behoorlijk snel dat jullie weer eraan beginnen, hè? 19 juni is de eerste groepstraining. En dan de dag nadien, of de dagen nadien zijn de testen. En dan begint het weer. Oh, super. Hey, een geweldige vakantie gewenst. Geniet ervan in Bulgarije met de familie. Dankjewel. Ja, we horen je nog wel, want je gaat nog een jaar verder spelen. Vreed content daarmee. Timmy, tot binnenkort. Tada.